De Batavia die kennen we natuurlijk allemaal wel, maar op de werf waar ooit de Batavia werd gebouwd, wordt inmiddels hard gewerkt aan een waterschip. Marco van Bohemen, hij is leermeester en ook scheepstimmeraar, zoals dat zo mooi heet bij Batavia Land. En hij weet alles over dat waterschip. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. Um, we hadden het er net dus even, vlak voordat jij hier binnenkwam, over een waterschip. Elk schip moet toch iets met het water ja. hebben. Waarom heet het een waterschip? Wat ja, maakt het een waterschip? Het, nee, dat is wel een, uh, een typische naam. Nee, dat is uh, ontstaan, denken we. Uh, het was het eerste schip met een bun. Uh, en dat is ook wel weer, weer een... Uh, Die moet je een, ook een uitleggen. Ja, jargonkreet. <laughs> uh, het middendeel van het schip is eigenlijk helemaal doorboord, geperforeerd met gaatjes... Uh, het is een afgesloten ruimte. Dat loopt helemaal vol met water. De rest heeft drijfvermogen en daardoor hadden we water in het schip. Um, en daarmee kon je vis, wat gevangen werd, vers houden en zo eigenlijk levend uh, terug naar de markt brengen. En uh, eigenlijk is daar de naam waterschip uh, ontstaan. Nee, je ziet wel eens op, op televisie ook van die, uh, die krapvissers in Canada. En die, die, ja, die krap gaat allemaal in water. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Ja, precies. Ja. En de, dus de vis vroeger ging gewoon ja. daarin. Ja. We hadden geen koelkast in die tijd en uh, allerlei andere apparatuur. Op deze manier kon je het prima vers houden en, uh... voor levende haven, tenminste voor zwem levende zwemmende haven in dit ja. geval, exact, uh, ja. om dat te vervoeren. Ja. En, en uh, nu doen we dat natuurlijk in van die hele grote containers op een schip, op, op, op een nou ja, visserschip of inderdaad een krap visserschip. Is dat dan uh, werd het dan destijds gewoon een deel van het ruim uh, uh, daarvoor klaargemaakt? Hoe werkte dat? Ja, het is, het is een vast compartiment in het schip. Het is echt het middendeel uh, en dat beslaat wel. Nou, ik denk een, een, een kwart van, uh, van, van de romp. Dat is best wel een stuk. Goed, de rest moet voor het drijfvermogen zorgen. Maar dat ja, deel is, uh, want dat is natuurlijk dan wel een ding, want het wordt wel heel zwaar aan boord. Waar ja. zat het dan? In het midden ergens, ja, achterin? Want, of? Ja, dat is wel uitgebalanceerd. Precies. Maar ik moet zeggen, we zijn wel erg nieuwsgierig. Het is experimentele, experimentele archeologie. Uh, dus het bouwen is één, maar straks het varen met het schip ook. Dus hoe gedraagt zich dat dan straks? Ja, want dat schomt. Uh, Denk ja. maar aan een waterbed. Daar word je zeeziek het van schondig, als je er niet tegen kan. Maar, uh, maar dan nog, ja. Dan ja. worden die beesten wel zeeziek. Hè, dat, ja, of de mensen aan boord ja. uh, door dat geklots. Want dat ah, heeft vaste tegenwicht op het schip zelf ook, de beweging ja. Ja. van het schip. Maar dat is hoge wiskunde, dat is even rekenen, ja. denk ik. Ja, nou ik denk dat het wel goed komt. Uh, we hebben natuurlijk al die botters die later kwamen en blazen. Er zijn meer schepen natuurlijk met een met een bun uh, later gebouwd. En uh, daar worden wedstrijdjes mee gezeild en die gedragen zich prima op het water. Maar goed, dit is een voorganger. En uh, nou, we, we zijn wel benieuwd. Ja, ja. En Hoeveel van die dingen hebben jullie gevonden? Want ergens moet je een voorbeeld hebben gehad. Ja, er liggen er heel wat in de polder. Uh, en dit was dan uh, degene die eigenlijk het meest intact was. Uh, en daardoor de moeite was om, uh, nou, om vrij te graven en uh, te documenteren. Die is helemaal vastgelegd. In Vanuit een... welke tijd was die? die dit is in, uh, een schip gedateerd op 1526. Nou, dat is, is even in, geleden. Uh, in de jaren 70 uh, in de buurt van Zeewolde uh, is hij uh, gevonden. In uh, nou, tekening gebracht. Uh, daar is een model van gemaakt. En, uh, nou, dus dat is voor ons het handvat om nu... een. Ja, één op één uh, model te maken. Ja. Dus, uh, ja. het, het gaat ook niet alleen om het schip zelf. Hè, maar uh, het waterschip is ook een uh, reintegratieproject, begreep ik. Wie werken eraan naast jou? Ja, we hebben een, uh, een mooi verscheiden team. Er kwam ook net een plaatje voorbij met uh, leeftijden tussen, laat ik zeggen, 17 en 77. Uh, en dat zijn uh, studenten, uh, jongens, meiden die een, een technische vakschool doen, met name op houtgericht natuurlijk. Uh, we werken tegenwoordig al, al de laatste tien jaar, of misschien al langer, met buitenlandse vrijwilligers jongens en meiden, tot 30 jaar ben je daarvoor, uh, uh, mag je daarvoor inschrijven. Europees. Um, dat zijn uh, jongens en meiden die een, een werkervaring op willen doen op een andere plek in Europa. Nou, wij hebben ons daarvoor aangemeld en uh, dat loopt continu door. Constant hebben wij vier buitenlandse uh, vrijwilligers uh, rondlopen. Dan hebben we natuurlijk uh, te maken met mensen die via de gemeente, via concern voor werk bij ons terechtkomen, die wat lastiger aan het werk komen door wat voor omstandigheden dan ook. Uh, Goed project sowieso. Als ik ja. het zo al hoorde, denk ik ja. aan alle kanten worden er mensen ja. bij betrokken die nou ja, misschien op een andere manier niet aan het werk ja. waren. Hoe uniek is eigenlijk de situatie bij Batavia Land... Dat jullie zulke mooie oude schepen namaken en daar ook nog nou ja, een heleboel mensen bij opleiden. om dus die oude ambachten weer nieuw leven in te blazen. Is er in, in Europa elk land wel? Heeft elk land wel zo'n project? Of zijn we vrij uniek daarin? Uh, ik denk wel. Ik heb er nee, nog nooit zeker. van gehoord ergens nee, in een ander land. Maar wil Willem Vos, die natuurlijk ooit begonnen is met de bouw van de Batavia, die heeft dit volgens mij wel een beetje bedacht. En je ziet wel dat dit op vele plekken in Europa. Uh, uh, overgenomen overgenomen, overgenomen wordt. Ja. ja, ik ben laatst in Spanje geweest, ook zo'n soort project. Het lijkt bijna een kopie van wat wij doen. Ja, oh, mooi. Dus. En ze zijn er in, in uh, Denemarken projecten. En, uh, goed, wij zijn nu ook museum geworden. Uh, uh, Roskilde is een bekende in Denemarken dus het meer op die manier. Nou, wij zijn een, een beetje in een mix geworden, maar ik denk dat er wel uh, dat dit wel uh, is nagebootst, ja, op meerdere plekken. Goed voorbeeld doet, goed ja. volgen. Ja. Marco, um, even terug naar die boot, naar de, naar dat uh, waterschip. Boot en een schip, is er zitten weer verschillen in, hè? Ja. Uh, <laughs> uh, hoe ver zijn jullie eigenlijk? Uh, de, wanneer gaat hij te water? Uh, ja, dat is, die vraag hoor ik vaak. Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Oh, we zijn, goed, we zijn met beginners bezig. En uh, die mogen fouten maken. Die moeten leren. Uh, dat kost tijd. Uh, ik wil ze niet opjagen. Weet je, er staat geen, uh, geen tijd voor. Maar ik zie uh, de foto's voorbij komen. Het gaat redelijk goed. Ja, gestaag gaan wij door. Uh, het wij lijkt al op een op... schip in ieder geval. Ja, ja. Exact. Ja, ja, en wat je nu hebt is uh, dat schip bestaat uit aan weerskanten tien gangen, tien uh, lagen van, van, van huiddelen. Nou, we zijn bij de negende aanbeland, dus dat is al bijna uh, tot boven toe. En binnen zijn we al flink op weg met een ribbenkast, uh, de spanten te plaatsen op de, op de kiel. De bun krijgt al een, uh, een vorm, daar komt al bijna de bundeken en deksel op. Dus uh, nou, we, zijn, we zijn lekker op streek. Ja. En dan het allerspannendste? Het te water laten dus, uiteindelijk? Ja, uiteindelijk. Gaat, gaat dan de hele crew mee om een mooie reis te maken met het waterschip? Nou ja, ik geef hier een uitnodiging. En als het niet lukt, om... mogen ze zwemmen? Ja, ja dat, nou, dat moeten we natuurlijk met z'n allen bij zijn, zoveel mogelijk. Ja. En uh, ja, kijk, ik hoop dat het voor elkaar kan komen. Dat daar een mooi exploitatieplan voor gemaakt kan worden. En, uh... Ja, dan moet je ook een team voor uh, samenstellen die dat schip gaan onderhouden, gaan Deze schepen waren die nou bijvoorbeeld vooral op de op het uh, destijds nog het Zuiderzee, nu IJsselmeer uh, gebruikt, of waren die echt voor de open grote nee. zee geschikt? Het nee, Was dat meer dat. wel voor de meer ja. uh, bedoeld. Ja, binnen dus. water. goed, er was wel een woest ook. Uh, dus jullie steken er niet de Atlantische Oceaan nee, mee dat over. Neen, nee, nee, gaan we nee. <laughs> jammer. <laughs> nou ja, volgens mij, ik denk op 2024, dat gaat wel prima lukken. Maar ja. uh, ja. uh, uh, <laughs> <laughs> is, is er een onderzoek... Van Deel van die boot waarvan waar jij denkt van, dat, dat, dat is wel mijn favoriete ding, die bund misschien. Dat, dat Ja, alles bij elkaar maakt het uh, heel fraai. Je ziet al wat plaatjes voorbij komen voor de kijkers onder jullie. Uh, het is best ruw gebouwd. Dus je ziet overal teer en olie en ruige nagels. Uh, stukken hout die niet recht zijn, maar allemaal krom. En zelfs soms wel in de vorm van een wokkel zitten wel wat twiststukken. Dat vind ik wel erg mooi om die uh, te mogen pasmaken in zo'n schip. Dat is wel. Uh... Een bokkel als uh, aan de buitenkant lijkt me toch niet helemaal waterproof, nee, maar oh, aan de binnenkant, binnenkant oké. Okay. Ja. 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 <laughs> ja. Maar goed, als je het met eigen ogen wil zien, kom langs. En, ja. Uh, ja. Is... Maar ik, ik, ik herken in jou in ieder geval: uh, je hebt het over hout en je ogen beginnen te stralen. Dus okay, ja. het gaat over dat hout, dat levende materiaal wat ja. je wil gebruiken. Ja. We zijn heel benieuwd naar hoe het uh, straks eruit ziet als het af is. Marco van Bohemen van Batavialand, dankjewel. Alsjeblieft.